Welkom bij de tafel van. Dit is alweer de tweede uitzending in het derde seizoen. En voor wie het is ontgaan, de omgeving hier is heel anders. We zitten nu in Grand Café en Grand Theater Gooiland, terwijl we die vorige twee seizoenen in de Vorstin doorbrachten. Verder veranderde de formule heel erg weinig, behalve dat we voor dit seizoen nog grotere namen en nog spannende artiesten en alles eromheen hebben. Ik ga vanmiddag praten met Morris Kliphuis, een zeldzaam soort. Je zou het zo niet denken. Maar hij is jazzhornist en die moet je echt met een lantaarntje zoeken. En straks dan komt Thea Derks hier, die heel actief is binnen Radio 4. Maar die heeft een geruchtmakende biografie bezorgd van Rijbert de Leeuw. Maar we gaan eerst praten met Morris, want ik heb voor jou diep in mijn archief gezocht naar eigenlijk de verre voortvader van het gebruik van de jazzhoorn in de jazz. En dat komt niet zoveel voor. Maar eerst moet jij vertellen of je uit een wat voor nest jij komt. Want je bent een geboren Hilversummer, hè? Ja, ik kom uit Hilversum. Ik kom uit de Bloemenbuurt eigenlijk. En mijn ouders, mijn vader werkte bij de omroep. En mijn moeder werkte als pedagoog en kantoor en koorleidster in Hilversum. Zij speelt goed blokfluit, herinner ik me dat goed? Blokfluit, ze geeft pianoles, ze speelt altviool, ze speelt inmiddels ook hoorn, gek genoeg. Multi-instrumentalist. Multi-instrumentalist, ja, heel getalenteerd. En mijn broer is ook een muzikant. Ja, die is al een keer geweest. Tim Kliphuis, ja, die is 12 jaar ouder dan ik en die speelt viool, ook in de jazz. Die is ook de jazz ingegaan. En mijn zus die is vertaalster en docenten, die woont in Frankrijk. En je hebt de vrouw van Tim nog vergeten, Janneke. Ja. Violiste. En zeker. Die speelt een Atlantic Trio en die hebben we hier ook al een keer in het programma gehad. Maar ja, de vraag is natuurlijk, je komt echt uit een muzikaal nest. Bij jullie thuis is de jazz niet onbesproken gebleven. Maar het enige wat ik weet, dat Claude Thornhill, in mijn geboortejaar zo'n beetje, dat was dus een arrangeur, een orkestleider. En die paste dus drie jazzhornisten toe, hè, in zijn ensemble. Dat moet vernieuwend geweest zijn toen. Ja, hij was eigenlijk de eerste die... de jazz was natuurlijk dansmuziek en volksmuziek. En hij is als eerste heel erg de kleuren van de Europese klassieke muziek gaan toepassen in een soort big band context. Dus hij was zo erg zo'n man als Paul Whiteman, hè? Want die had ook zo'n symfonische jazz. Die was alweer wat eerder. Hè? Ja, maar hij is echt... Claude Thornhill is echt aan de slag gegaan met Debussy en Ravel. En de Franse impressionisten. Want dat in hetzelfde jaar, want dat heb ik dan ook opgezocht, maar dat is een cd die veel mensen ook nog wel hebben. Dat is Birds of the Cool van Miles Davis. Miles Davis die huurde ook drie jazzhornisten in. Hè? Dit zijn opnames uit 1950. En daar zijn dus in zijn ensemble spelen om beurten drie hornisten mee, beroemde namen. En welke naam ik ook nog tegenkwam, dat is de Gil Evans, hè, de grote arrangeur. Die overigens aan al die drie dingen, want die arrangeert voor Claude Thornhill, maar heeft ook Birth of the Cool voor een deel gearrangeerd. Waar komen de grote arrangeurs vandaan? Hè? Zijn die geformeerd uit de eigen gelederen of zijn die ingehuurd? Dat is een goede vraag. Volgens mij, Gil Evans die heeft volgens mij gewoon een... Die was componist en die speelde alles over. Heeft misschien ook in Europa les gehad, dat weet ik niet. Maar een aantal mensen zijn ook vanuit Amerika in die tijd naar Europa gegaan om dus het echte klassieke orchestreervak te leren. En daarna teruggegaan, hebben al die kleuren ingepast in de... Wat waren die ook exponenten van, behalve Miles Davis, van de blanke jazz, hè? Gil Evans. Je hebt zo nog een paar van die grote arrangeurs die uit de typische, misschien wel symfonische traditie kwamen. Ja. Heb jij die opnames ooit gehoord uit die tijd van Gil Evans en zo? Ik heb Birth of the Cool heel veel geluisterd en ook wel eens gespeeld, de stukken. En ik heb met het Dutch Jazz Orchestra meegespeeld. En toen hebben we arrangementen gespeeld voor het Claude Thornhill Orchestra. En die arrangementen die zijn aangepast en in een andere versie op Birth of the Cool van Miles Davis terechtgekomen. Ja, maar wat doe je nu het meest op het moment? Want je hebt bij Kuytman gespeeld, maar Kuytman ligt even stil, heb ik begrepen. Zeg ik dat goed? Nou, op dit moment is er een tour aan de gang. Oh? Gek genoeg. Ja, was dat gisteren? Eergisteren, zondag, met hem gespeeld weer, als gast. Maar ga je daar echt in door? Of heb je, want je hebt nu je eigen trio, hè? Ja. Kapok heet dat, hè? En wat doen jullie daarin? Wat doen jullie in Kapok? Kapok is echt ons bandje. We zijn met z'n drieën. Het is hoorn en gitaar en drums. En kom je tot balans?
Dus... Zeker. Nou ja, zoals je hierachter kan zien, heb ik nogal wat versterking bij me. Maar die gitaar heeft dat dus ook, anders komt hij er niet bovenuit, hè? Ja, zeker. Is dat de elektrische gitaar? Ja. Ja, dus dat is echt vanuit... We gebruiken allerlei elementen uit allerlei tradities. En er zit indie pop in en rock, maar ook meer Afrikaanse en Amerikaanse roots muziek. Ja. En heel veel jazz en improvisatie. Goed, wat leuk. Ja. Ik denk dat we maar een stukje van je moeten horen als je daar zin in hebt. Want je hebt je eigen effectbord meegenomen, hè? De pedaalplank met allemaal geheimzinnige dingen. Want je zoekt ook echt vanuit een uitgesproken klassiek instrument, zeg maar, ben je op zoek naar nieuwe geluiden. En inderdaad, een mix van elektronica en zeg maar traditioneel blaasgeluid, dat levert hele spannende dingen op, hè? Ja, nou, het is eigenlijk uit nood geboren, klinkt wat sterk, maar uit praktische overwegingen dat ik al die elektronische effecten ben gaan gebruiken. Want met de kapok, we hebben eigenlijk alle drie, spelen we korte geluiden. Timon, die, als je een gitaar aanzet, een snaar die dan trilt dat, ja. En dat gaat decrescendo en dat is op een gegeven moment weg. Je kan er met effecten allerlei dingen aan doen en dan kan je het langer maken en breder en groter. En ik merkte dat ik eigenlijk ook die wens had. Want ik kan wel een hele lange noot spelen, maar op een gegeven moment is mijn lucht op en dan moet ik ademhalen. Moest wat te doen, ja. Zo gaat het om een blaasinstrument. Het leuke van die effecten is dat je je geluid dus echt veel breder kan maken. En je kan allerlei dingen gaan doen die je zonder die effecten niet zou kunnen doen. Dus het is eigenlijk de mogelijkheden oprekken. Ik kan ook bijvoorbeeld een paar noten tegelijk spelen nu. En dat zou je ook wel horen. Dat kan normaal ook niet. Ik ben hartstikke benieuwd. Ik zou zeggen, giet hem leeg als er nog sputum in zit. Ja. En het podium is voor jou.
dat was dus Morris Cliphuis met een jazz-improvisatie. En inmiddels is Thea Derks aangeschoven. Nou, daar heb ik erg lang naar uitgekeken. Want jij hebt aan een boek gewerkt waarvan ik zo diep onder de indruk ben. Dat is de biografie over onze kunstpaus, dus aanhalingstekens Rijnbert de Leeuw. Er is in de marge wat fus geweest. En wat ik er interessant aan vind, is ten eerste dat jij hier bent. Ik heb begrepen, daar wil ik het straks ook even met je hebben. Maakt het uit of je bent grootgebracht in Amsterdam Oud-Zuid, in de schaduw van het Barleers Gymnasium? Maakt het uit dat arme jongen als ik, Hilversum, en arme vrouw als jij in Oosterum, hè, bij Vendra in Noord-Limburg. We kennen Rijnbert de Leeuw allemaal van Via Crucis. Jij had in Oosterum had je ook je eigen kruiswegstatie, hè? Het heel park om jullie plaats heen. Maar het boek is er en er is even wat fus geweest. En wat ik heel interessant vond, als ik het goed heb begrepen, waarom wou hij het niet uitgegeven hebben? Omdat hij zei, mijn jeugd doet er niet zoveel toe. Zeg ik dat goed? Daar komt het wel op neer. Hij heeft een keer inderdaad gezegd, een biografie moet gaan over muziek en niet over mijn leven. En dat was natuurlijk wel de hele tijd een beetje een strijdpunt toen ik één keer begonnen was. Zei hij, het hoeft niet over mijn jeugd te gaan. Ja, en toen zei ik, ja, maar ja, een biografie, uit naam alleen al biografie, moet over je jeugd gaan, want daar komt alles vandaan. Dus dat, ja, dat is steeds mijn uitgangspunt geweest. Hij wist dat ook, dus het is een beetje wonderlijk dat hij dan, als het eindelijk klaar is, opeens zegt dat dat niet de afspraak was. Wat vond jij nou vanuit, met Oosterhams perspectief, wat vind je van zijn jeugd? Want dat heeft mij bijzonder getroffen in dit boek, hè? Die eerste 100 pagina's. Je hebt dat prachtig uitgezocht. Ik vind ook, wat moet jij wat afgetelefoneerd hebben om al die mensen maar te vragen van, hoe heb jij dat beleefd? Om ze te vinden alleen al. Te vinden. Ja. Ze staan ook vaak tegenover elkaar in hun meningen. Dat kenmerkt natuurlijk de controversiële figuur. Maar hoe zie jij die opvoeding nou? Want ik ben er in zoverre van geschrokken. Ik herken het allemaal, althans uit die verhalen. Maar zoals jij het hebt weten te zwaarduwstaarten, reist er toch een beeld van een mens. Ja, hij heeft natuurlijk een bijzonder ongelukkige jeugd gehad, dat kun je wel zeggen. Een vader die manisch depressief is, die altijd weg is, een moeder die altijd weg is. Belangrijke mensen zijn, kinderen worden eigenlijk een beetje aan hun lot overgelaten. In dat grote donkere huis. In dat hele grote huis, inderdaad, 3 etages als ik me goed herinner. Dus dat was, ja, dat zeggen medeleerlingen ook, van ja, hij zwierf daar een beetje rond. Sommige mensen dachten zelfs dat hij daar op kamers woonde en ze zagen hun ouders bijna nooit. Ouders zijn ook vroeg gescheiden. Toen was hij 14. Nee, zijn vader ging dood toen hij 14 was. Een paar jaar daarvoor zijn ze gescheiden. Dus ja, dat was natuurlijk geen leuke jeugd. Maar het was een heel intellectueel milieu. Ja, in alle opzichten. Hè? En zijn ouders waren ook zeer geïnteresseerd in muziek. Zijn vader had een hele grote platencollectie. Daar luisterde hij altijd naar. We hebben hem wel eens verteld, vroeger natuurlijk die LP's. Dan had je een symfonie van Beethoven of zo. En dan moest je midden in een stuk moest je omdraaien. Die schellenplaten. Ja, precies. Ja. En dat hij toen eens een keer later nog, als hij dan zo'n stuk hoorde, dat hij dan de neiging had in de concertzaal van, oh, nu ga ik het omdraaien. Maar inderdaad, ze hadden abonnement op het concertgebouw en ook zijn hele familie, want dat is eigenlijk nieuw, denk ik, in mijn boek, was heel muzikaal, hè, van vaders kant. Bijvoorbeeld Eva Maria Westbroek. Kan je dat zeggen? Ja. De zangeres, hè? Die moet ook tegen hem zeggen. Ja, grappig. En ook van moeders kant, ook allemaal hele muzikale mensen. Dus dat beeld, dat hij tegen de klippen op een muzikale ontwikkeling moest bevechten, dat is niet helemaal. Dat heb ik wel gecorrigeerd. Hoe ging dat dan op het Barleers? Want daar zie je ook dat zijn vorming als intellectueel al gestalte krijgt. Hè? Want dat heb je ook weer prachtig uit kunnen vinden in die debatingclubs. Met inderdaad leraren die nog een bevlogenheid op hun leerlingen overbrengen. Maar je ziet dat daarin al gestaald wordt, is een opvatting. Want je beschrijft hem als een lonely wolf, hè? Een eenzame man in zekere zin. Al heel jong eigenlijk is hij heel intelligent. Kan inderdaad enorm goed van zich afbijten. Ja. Want hij heeft goede cijfers. Normaal ben je dan het lulletje van de klas. Maar dat is hij dus niet. En inderdaad op het Barleers, dan merk je dat hij toch zich in zijn eigen wereld nog verder terugtrok. Dat deed hij op de lagere school al. Maar inderdaad wel is lid van de debatingclub. En daar goed leert te argumenteren. En dat kan hij natuurlijk nog altijd heel erg goed. Hij heeft het uitgevonden.
noemen ze dat. Ja, zo'n beetje zou je bijna kunnen zeggen. Hij is onverslaanbaar. Ja. Wat ik ook heel gek vond, weet je, alweer, dat heb je zo fantastisch beschreven, dat hij met pokeren en met bridge, dan werden ze de Sociëteit de Kring uitgeschopt, zoals ik ergens heb gelezen. En dan gingen ze op straat, gingen ze de partijtjes afmaken. In het Fiatje geparkeerd voor de Kring gingen ze verder. Ja, en dat die wil om te winnen, hè, dat zegt Louis Andriessen ook bij zijn 75ste verjaardag, van dat winnen, dat willen doorgaan, dat willen bevechten van dingen, dat zit helemaal in zijn karakter. Dus of het nou muziek betreft, een moeilijk stuk van Ligeti of Koertak of Gubaidulina of Uzvolskaya, of een spelletje poker, hij moet het winnen van de noten of van anderen. Als hij niet wint, kan hij ook niet tegen ze verliezen. Maar wat je ook ergens aangeeft, dat is ook een van de recensenten. Ik dacht van Vrij Nederland, die dan zegt van, ja, het was de linkse chic, hè, die ons toch, de linkse chique grachtengordel, hè, die ons heeft geholpen om de actuele deftig muziek te links, waarderen. Ja. Maar het is ons ook ingeruimd dat we het mooi moesten vinden. Klopt. Natuurlijk. Hè? Ja. Nee, dat is natuurlijk wel een kritiek die veel is gekomen. De notenkrakers, vroeger waren ze de rebellen, nu zijn ze zelf de pluusklevers. Ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Je hebt inderdaad van die componisten die je dan goed moet vinden, als het ware. Ja, ja. En die strijd is natuurlijk ook in het boek beschreven, dat op een gegeven moment de componisten van het Geneco, het Genootschap Nederlandse Componisten, zeggen, ja, maar al het geld, subsidiegeld, gaat naar de club rondom Rijnbert. En ja, ik heb de cijfers uitgezocht. Dat is een maffia, hè, eigenlijk. Hè? Ja. Nou ja, dat is een groot woord. Maar ja, de cijfers spreken wel voor zich. Ja, dat ik ook waar. Heel erg leuk vind, want we hebben natuurlijk een diep respect voor de man als componist. Ja, we hebben diep respect voor hem als kunstpaus. Maar ook dat hij met zijn clubje Peyton Place helemaal veradoreerde. En dat in een kleine kring werd iedere uitzending van Peyton Place werd uitgebreid besproken en zo. Ja. En dat we allemaal dachten, is het nou een soort camp? Hè? Maar wat hij een keer heel mooi heeft gezegd, van nou, het is net als de Ring des Nibelungen. Ja. Het gaat nergens over, het gaat overal over. Ja, het grappige is, hij was daar dus boos over in een interview met het Parool. Zegt hij, ja, Derks weet niks van camp. Maar ik heb een artikel uit, ik weet niet welk jaar het ophield, maar van Henk Bernlef, dat heet Dag Peyton Place. Daarin laat hij al die mensen aan het woord. Daar komen deze citaten ook uit van Rijnbert. En dan zegt Rijnbert ergens, camp, dat het, weet je wel, bewust lullig zou zijn, het herderinnetje aan de muur, dat is het absoluut niet. Dat is een groot misverstand. En nu zegt hij, Derks weet niks van camp. Dus ja, dat is ook heel grappig. Ja. Maar inderdaad, we moeten hier onbesproken laten van hoe zijn muzikale carrière gaat, want daarvoor moet je dat boek ook kopen. Ja, heel goed. Daar staat het allemaal in. Ja. Maar je bent eigenlijk de eerste geweest, want er is nog een boekje uitgekomen, wat veel kleiner in omvang is als dit, wat typisch zijn muzikale ideeën en opvattingen. Nou, die heeft hij erin geramd, hè, want wie niet voor mij is, is tegen mij. Ja, dat is een maar beetje dat zo. Onbesproken. Ja. Maar juist wat je het voorwerk wat je hebt kunnen doen, dat vind ik volstrekt uniek. En, nou, dat levert toch een beeld op wat ook wat mildere kanten heeft. Hè. Maar gewoon dat het ook een mens is, maar dat heeft natuurlijk de muziekwereld niet altijd kunnen zien, tenzij je in de Kring kwam of in de Amsterdamse grachten verkeerde. Nou, tot zover. Hartstikke bedankt. Graag en we gaan een stukje filmfragment kijken van Rijnbert de Leeuw. Zo van leeftijden en jubilea en zo. Dus, maar 50 jaar op Constantin, denk ik, nou. Ik moet er zelf ook om lachen hoor, want ik denk, hoe is het mogelijk dat je er 50 jaar op hetzelfde instituut werkzaam bent. Maar het is toch echt zo, ja. Het was zelfs op mijn verjaardag, 50 jaar geleden, 1963. In de 70e jaren eigenlijk, toen kwam er zo'n nieuwe generatie jonge mensen naar het Constantin. Allemaal vervuld van alles moet anders. Dus het werd steeds leuker op dat Constantin. Louis Andriessen was inmiddels leraar geworden op het Constantin. Dat begon te... Ja, er gebeurde van alles. Hè. Dit. Dus dat is een opera die... zeven mensen samen hebben gemaakt. Je ziet ze allemaal. Peter Schant, Jan van Vlaanderen, Louis Andriessen, dat ben ik. Arjen Moelis, Hugo Claus, Misha Mengelberg.
En dat was een enorm politiek statement. Nou, dat heeft een publiciteit gehad, dat vult dit hele boek. De grote spotprenten, hetsen in de Telegraaf. Eindeloos is daarover geschreven. Eindeloos. Oh, ik heb toch meer foto's dan ik dacht. Dus dit is misschien wel de foto. De oerfoto. Dat was ook eigenlijk de eerste keer dat ik zo in aanraking kwam met een levende componist. En dat is Matthijs van Meulen. En dat vond ik een groot man. We hebben daar componisten over de vloer gehad. Ligeti en John Cage en Mauricio Kagel. Die kwamen daar dan wekenlang op dat conservatorium. Iedereen was bezig met die muziek. Ik zal nooit vergeten dat Messiaen op het podium kwam en zijn allemaal dingetjes zo erbij betrokken was. Yvonne Loriot. Dat vergeet je leven niet. En de manier waarop Messiaen daarbij betrokken was, was zo ongelooflijk inspirerend dat het conservatorium zinderde. En dan krijg je dus uiteindelijk, dan is iedereen zo ongelooflijk waanzinnig gemotiveerd. Dat als dan de uitvoering komt, dan tot de laatste lessenaar, maar dan ook echt tot de laatste lessenaar. Iedereen komt op het podium en zegt vanavond, dan gaan we toch eens even spelen. En dat hoor je. Het geweldige was dat iedereen natuurlijk het gevoel had in het orkest, dit vergeet ik mijn leven niet meer. Op die manier ben ik eigenlijk altijd op een of andere manier met het conservatorium verbonden gebleven. En vooral in dat soort projecten. En nou ja, dat een hoogtepunt was natuurlijk toen het conservatorium dacht, kom, laten we de boerenliederen eens uit gaan voeren. Ik vind toch de enige echt legitieme manier om muziek te maken is dat je begrijpt wat de componist wil. En nou ja, de meeste componisten zijn natuurlijk dood, dus die kan je dat niet meer vragen. Of het nou Bach is of Beethoven, wie dan ook. Wat is nou de reden waarom het zo staat? Kan je daar dichtbij komen? Hoe dichtbij kan je komen? Dat is de speurtocht van iedere muzikus voor mij. Proberen tot, wat is de bron? Waar komt het vandaan? Waarom denkt een componist zo? Waarom raakt het me zo? Kan ik daar achter komen? Wat is de betekenis ervan? Die zoektocht, en daar moet de conservatorium je echt in helpen. Dus dat je probeert alle wegen te openen, dat je denkt, ja, nu begrijp ik er meer van. Nu kom ik er dichterbij. En ja, echt weten zou je het nooit. Dat is natuurlijk ook het mooie van muziek. Dat er natuurlijk een geheim is in de muziek, waar nooit iemand achter zal komen. Dan doen we nog even de agenda. Zaterdag de 17e heb je in de Grote Kerk in Hilversum aan de Kerkbrink de bekende Cantata aan de Brink. Dat is inmiddels een hele trouwe schare bezoekers dat daar komt kijken. De Hilversum Harry van Berne, tenor en kammerzanger, die treedt dan op als dirigent. En nou ja, door het jaar heen wordt een Bach-cantate opgepakt die ook past in dat tijdseizoen. De zondag daarop, de 18e dus, in de Pauluskerk in Baren. Daar loopt een project ook van Bach met de Himmelvaartskantaten. Dan krijgen we in Bussum, in de Tindal Villa, in de grote salon. Daar is de prijswinnaar van het Liszt-concours. En dat gaat daar prachtig. Het is een grote salon waar je met een man of 50 kan zitten. Er staat een prachtige vleugelpiano. En zo'n Liszt-programma, dat gaat er altijd wel weer in. Dus dat werkt daar fantastisch. Zaterdag de 24e heb je in het Toonkunstkoor in Bussum. Dat treedt op in de Wilhelminakerk daar. En die spelen het Requiem van Cherubini. Van Gounod. En die doen de eerste symfonie van Saint-Saëns.
Het leuke is dat de Toonkunst Bussum heeft zowel een orkest als een koor. En die komen beide aan hun trekken. En dan zaterdag de 24e, dus dezelfde dag, heb je in Hilversum in de Grote Kerk, heb je Cantate Deo en Soli Deo Gloria, die met een programma van religieuze koorwerken komen. Dat zijn echt de belangrijkste dingen tot voor zover in de maand mei. We zien elkaar weer zondag de 25e mei. En dat wordt dan alweer de derde uitzending in de serie van De Tafel van in het derde seizoen vanuit Gooiland in Hilversum. Een prettige dag nog allemaal.